En dan nu? Hallo kijkers, op de achtergrond ziet u de nieuwe brug, de oversteek. En dan over mijn andere schouder kunt u de trap zien die daar naartoe gaat. Om daar die brug over te kunnen lopen. En er was ook, en dat kunt u nu zien, een lift. Maar om die lift zit tegenwoordig een condoom. De lift die hadden ze een compleet glazen omhulsel gegeven en ook glazen deuren. En ze hadden ook nog, ter verfraaiing van het landschap, hier een heel veld vol met keien neergelegd. En die combinatie bleek niet zo gelukkig te zijn, want in april hebben ze, wie mag Joost weten, maar de nagenoeg de hele lift is aan gruzelementen gegooid. Nou is dat veiligheidsglas, dus dat brokkelt niet echt, maar uit een soort veiligheidsdwang hebben ze er maar plastic tegenaan geplakt. Daar hebben ze een gespecialiseerde firma voor ingehuurd. En dat plastic moet dus nu voorkomen dat hier mensen bedolven worden onder het glas. Nou, hier komt verder niemand meer, want de lift is dicht. En je gepakt voortaan wel de trap. Ze zijn nog na aan het denken over een oplossing voor de vervanging van het glas. En ik zou de dames en heren oplossingenbedenkers bij de gemeente wel een oplossing aan de hand kunnen doen. Namelijk, kijk eens even naar een of andere ouderwetse Franse speelfilm in een of ander appartement. Daar hebben ze van die fantastische kooien van metaal, waar je gewoon helemaal niks aan kapot kunt maken. De oplossing die er ondertussen wel al bedacht is voor het stenen veld hier, dat loopt door tot onderaan het water, is, ja, u raadt het al, gras. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week. Nog een adviseur nodig om wat steen te laten vervangen door grasmatten, heren, dames, gemeente?